Jarosk hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Let's Play hier op mijn kanaal Rasse Plays. Vandaag gaan we beginnen aan de game Days Gone. Dit is een third-person open wereld zombie game die we van het begin tot het eind helemaal gaan uitspelen. Dus, als jullie er zin in hebben, ram natuurlijk zo'n keihard op lijn op, zou ik heel, heel erg gaaf vinden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dat belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen die online komen. En dan gaan we gewoon beginnen. Ik ga niet al te veel zeggen. Maar elke dag zal er een aflevering online komen. Dus bedankt allemaal voor alle support. De ondertiteling staat op het Nederlands. De game zelf is in het Engels. Dus je kan wel op die manier natuurlijk alles goed in de gaten houden met het verhaal. En we gaan beginnen. Het begint al goed, joh. She's burning out. The knife must have nicked her kidney or something. She's turning septic. Mm. How you doing, little sister? So stupid. This little kid. This goddamn little kid. Big goddamn knife. Hey, help me. Shit. Hey, Mom. You want to be when we come through? We gotta get to the roof. Flag down one of those choppers. De uitbraak die is dus al bezig, zoals je ziet. What's wrong with her? Well, she's not. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. I can't take anymore. Oh, okay. Listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. Oh, come on. No more hospitals. You got doctors, you got triage, you got a mass unit. Oh, look, I'm just a grad student, okay? I got volunteered for this. I'm not even supposed to be out here, okay? O'Brien. Okay. I've only got room for two of you, okay? Two. You got room for two of you? You're overweight, okay? I can only take two of you. Two. Come on, help me. Come on. All right, sweetheart. That's okay. Zij kan dus sowieso mee. I got her. I'm gonna be right back. En dan zit de helikopter ook daadwerkelijk voor. Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that. Hold on. We gotta get on that chopper. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. Go. Go with her. I'll be okay. Look, I've been through worse shit than this before. Yeah. Gaan we mee of gaan we niet mee? Where are you going? What? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Boozer is never gonna make it without me. I want this back. You coming? Wij blijven ook achter. Diek! Oh, shit. What did you do? Days Gone, dat was de intro hoor. Je zag het dat de uitbraak al is begonnen. Het speelt zich allemaal af in de Verenigde Staten. En ik ben benieuwd. Hij heeft de ring gegeven. En hij zei dat hij die terug wilde hebben. Dus ja, ons doel is natuurlijk wel om die ook terug te gaan halen. En we zijn met z'n tweeën op het dak achtergebleven. 2 jaar later. De graphics zien er wel echt, echt goed uit. Dus daar ben ik heel blij mee. En daar rijden we hoor op onze motor. We leven dus alle twee nog.
lost him. He can't be far. Wait, hold on. Cut your engine. Shit, she's alive. Alvarez. Alvarez, hey. Alvarez. What happened here? I mean, who did this? Was it Rippers? Leon did this. Daar gaan we hoor, jongens. We mogen zelf rijden. Misschien kunnen we ook nog eens boosten. Dus we hebben onze eigen motor natuurlijk om te besturen. En het is ook wel handig dat ze op motors rijden, want je kan overal makkelijk tussendoor. Dus dat is sowieso een pluspunt. Het zal vast en zeker ook nog minder benzine kosten. No shit, he can't have much. Hoi, joh, hij heeft zelfs een molotov, jullie gek. Even rustig doen voor ons. Probeer nog gewoon bij hem te blijven. Oh, wij gaan naar links. Oh, wat een gek joh, die gast. Hij blokkeert zo die weg, hè, zag je hem. Oeh, ik heb mijn motorrijbewijs nog niet, dus bear with me alsjeblieft. Ik heb mijn autorijbewijs wel, maar motorrijbewijs niet. Oh, we gaan door het vuur. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar ik zie ze nog rijden gelukkig. Dus we starten gewoon de achtervolging weer in. Met onze booster week snelheid pakken en dan halen we ze wel weer in. Dat was niet helemaal de bedoeling. Maar we worden vanzelf beter in dat rijden gelukkig. Ik heb de weg een beetje afstaan hier hierboven. Oké, we zijn weer bij ze. Niks aan de hand. Zo makkelijk bij ze kunnen komen, dan moeten we zeker weten ook wel goed kunnen inhalen, zou je zeggen. You like that? Yeah? You son of a bitch! You hit him. Hold up! He laid his bike down. Hij heeft hem geraakt. Maar hij heeft zijn motor weggegooid, dus hij loopt nog wel. Daar ging onze motor. Cover me, right behind you. He went that way. Come on. Spoor zoeken. Druk op R3 om survival zicht te activeren, waarmee je aanwijzing en andere informatie over je omgeving zichtbaar maakt. Yes, sir. Kijk, we kunnen zo zijn voetstappen volgen. Maybe I was wrong about him having a deal with Copeland. No, Leon's been fencing shit to Copeland for a long time. Finally caught up with him. Even goed de sporen achtervolgen. Aanwijzingen. Als je survival zicht gebruikt, trilt je controller als je in de richting van een aanwijzing kijkt. Afhankelijk van de afstand tot de aanwijzing zal de controller meer of minder trillen. Alright. Hey, wait. Hold up. Er is hier iets. Alright, let me... Wait, here. Oh. Down this way. Tracks are fresh. Hij kijkt nog wel achteruit, zie je het? Maar we weten nu precies dat hij deze kant op is gelopen. So where the hell did you learn to track shit anyway? Used to go elk hunting with my old man when I was a kid. Ended up tracking shit for miles. We zijn dus wel goede maten van elkaar. We zijn nog steeds samen 2 jaar later. Oh, yo, it's so Jesus! Hij trekt me helemaal kapot, zo. Waar staat hij daar? Achter dat stomme tentje van hem. Nu heb je geen kogels meer. Hij redt weer verder hoor. Oeh. Hij is gewoon weer doorgerend, die gek. Ja. Just a craze. Son of a bitch can't aim worth a damn. Ik schrok me helemaal kapot door hem.
I'm fine, Boozer. He must be heading down there toward the falls. He's losing a lot of blood. He's not getting far. Come on. Oh, kijk, hij is hier gevallen, joh. Ik dacht even dat hij daar tussendoor was gegaan, maar hij is deze kant op gegaan. Hij verliest wel heel veel bloed. Bleeding out. Well, that's a hell of a way to go. It's slow. A lot of pain, but I suppose you'd know about that. She was still breathing when we found her, you piece of shit. I wasn't gonna waste a bullet not on her. Hold on for a second. Hold on for a second now. Where's the stash, Leon? If you tell us, unlike you, I can promise you, we'll make it quick. Don't look like you'd be suffering for too long. Leon, you got a little problem here. See, they can smell your blood from all the way down there. What do you suppose that feels like? Huh? Torn apart? Ain't alive? Guess he's gonna find out. Fuck you. Goodbye, Leon. No, wait. All right, no, no. I got it right here, take it. Where? In the cemetery. It's in the old cemetery. Thank you. No, you said. Do it. Don't leave me out here, man. Do it. Do it. You goddamn liar. Do it. Ik had ook geschoten. Hij had ons gegeven ja, waarvoor we kwamen. En om hem te laten leven, dan komt die hele, hele kudde achter hem aan. Something for the bounty. En dan was hij daardoor verslind natuurlijk. En nu hebben we gewoon een kogel gegeven en is hij meteen uit zijn lijden verlost. Not even a piece of shit like Leon. De freaks heten ze, de zombies in dit geval. Alleen hij heeft wel mijn tank van mijn motor geschoten, moet ik even tussendoor zeggen. Hey, hold up. I want to search this camp, see if I can't find something to fix up this crash. We kunnen heel eventjes wat spullen hier verzamelen in het kamp. En in de survival circles, even kijken, kunnen wij verband maken. Dus dat is wel dat is wel handig. En dan kunnen we die meteen gebruiken en dan onze HP aangevuld. Links onderin je beeld zie je mijn HP staan in dat soort gevallen. Rechts onderin zie je de minimap. Oh, we were going hunting tonight. Take some bounties, send it Tucker. Well, not if it's pissing down rain. Nah, man, we need the camp credits. Gotta stock up on supplies. Yeah, okay. I don't want to be out all night, though. En boven mijn HP zie je ook nog eens een stamina balk. Dat is die blauwe balk. I gotta get in shape. Ja, ik ook. Ik ook, vriend. I'm gonna see if there's anything we can salvage on Leon's bike. No. God damn it. What? Son of a bitch. Yeah. It's a fuel line, unless you just piss yourself. It's a fuel pump. Leon, yeah. Shot up my damn fuel pump. Can we get anything off Leon's bike? Nah, it's done. Look, let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts, and come back and get your bike. No. I think I got a better idea. We just get it while we're out here. What? Well. Crazy Willie's isn't far from here. Let's just head over there. What are you thinking? We were going out hunting tonight anyway. Crazy Willie's as good a place as any. Yeah, okay. Alright, op naar Crazy Willie's. Hij heeft zijn motor ja, onder die takken neergelegd, zodat je hem niet meer ziet. Hey, what did Leon give you? Want die rijdt niet meer namelijk. Map of some kind. Once we get my bike back, let's head up to the cemetery, look around. Yeah. Okay. So, tomorrow, get the drugs, take them to Tucker, collect all Leon's bounty. Then I say we head north. You think shit's any different up north? Don't matter, I think it'd do us good. Get the hell away from here.
hoor echt geluiden omheen, joh. Kijk, er staat er al een daar op die auto. Ze lopen overal gewoon. Die motor is echt handig. Careful. I saw a setup like this a couple days ago. A bunch of rippers blocked the road with an old truck. Come on, help me move it. Voertuigen voortouwen. Sommige voertuigen kun je verplaatsen om de weg vrij te maken of te blokkeren. Houd vierkantje ingedrukt om een voertuig te duwen. Nu moet ik er wel even bij zeggen dat dit voertuig er heel nieuw uitziet. Hij is niet kapot. Dus iemand anders heeft deze blokkade neergezet als ik het zo snel bekijk. Ja, maar we moeten er toch echt langs. Push! Oh, kijk achter de stuur. Oh. Hoi, ik wist het, ik zei het al! Ik zei het al, jongen! Hij is neergezet door iemand, die auto. Oei, yo. Nou, die doet het niet meer, dat weet ik wel. Houd linkerknop in de richting van de vijand gedrukt en druk op R2 om van doelwit te wisselen. We kunnen ze dus aanloggen op die manier, dat is wel handig. Zo! En we kunnen nog eens rollen om ze te ontwijken, dat is ook wel handig. Ja. Je hebt een hakbel in zijn handen, gek. Maar nu doe je het niet meer. Booster die schakelt hem even uit. Oh, joh. Dat is gewoon een ambush, hè? Maar we kunnen verder, daar gaat het om. We leven nog, niks aan het handje. Ga jij weer rijden, jongen? Yes, sir. Dan stap ik bij je achterop, namelijk. Daar gaan we. Het lijkt ook wel alsof dit vaker gebeurt, want ze zeggen niks tegen elkaar van oh, we werden aangevallen of iets. Dus dit is al veel vaker bij ze gebeurd, want anders zullen ze wel met elkaar gaan overleggen wat het nou was. Zero checkpoint. We're almost there. Shit, how you wanna do this? Loan me your shotgun, I'll walk point. Looks like that checkpoint had him backed up pretty good. Yeah, a lot of good it did him. I'd rather be buried back with the goddamn pioneers. Yeah. Shit. Look at them all. Bunch of goddamn dumbasses, the lot of them. What are they thinking? Hey, Mr. Fed, can we sit here and wait till the goddamn horde comes through and just kills us all? Bad way to go out, trapped in a shithole like this. Ik wilde heel graag eigenlijk een beetje ontdekken, maar als ik eerlijk ben, durf ik het niet helemaal. Smell that? Oh, Jesus. There. Come on, let's go. Wait, hold up. How many Molotovs you got left back here? Let's hit it on the way back. Leave it. Yeah. Leave it my ass. Son of a bitch. You're hoping someone's home. Sounds like you got your wish. Komen ze aan, hoor. Jezus, ze rennen ook van vol op je af, jullie gekken. Hey, Deke, bro. I think it's dead. You're gonna break my shotgun. Je sloopt mijn shotgun. Het spijt me. Oké. Ik ben wel blij dat we zijn shotgun hadden in dit geval. You're going up there again. What are you talking about? Goddamn refugee camp. You only act like this when you're thinking about going up there. Act like what? It's not your fault that she's dead. Drunk. You've gotten on the top of your hair. All the little change is you'd be dead. Just drop it. Okay. Misschien is het handig om even het alarm uit te zetten. Ik weet niet of dat kan. Maar hij maakt wel heel veel lawaai eigenlijk. De motorkap open kraken. Yeah, scrap. Shut up, Jesus. Kijk, nu is het alarm uit. Dat is wel wat beter.
We kunnen in die auto's ook zoeken voor onderdelen. Dus ik heb zo'n gevoel dat je best wel veel kan openmaken. En dat is natuurlijk wel handig om te doen. Bike through there. Try that service tunnel. See if you can clear us a path from the other side. I got it. Just keep your headlight pointed that way. Even kijken of er licht ammunitie in. Dank je. Awesome. Dan hebben we weer meer kogels erbij. We moeten omlopen, want we kunnen hier niet meer verder. Al ben ik hier wel een beetje... Oh, kijk al dat bloed. Een beetje bang. Dus ik doe het rustig aan, als je niet erg vindt. Sorry, ik wist het al! Ik zag het al aankomen. Oh, kak. Ze zitten gewoon niet te wachten, hoor, tot we langskomen. Helaas voor jou is nu je hoofd kapot. Zo. Ik kijk toch even binnenin. Die doet het al niet meer, zo te zien. Er liggen hier heel veel spulletjes, dus dan neem ik even allemaal mee. Ontsnettingsmiddel. Nog wat verband, dus dat is wel mooi. Nog een doekje. Dus je kan wel echt heel veel spullen vinden zo in de map. Maar we kunnen er hier wel langs, gelukkig. De auto aan de kant duwen. Zo. Oh, gaat het alarm weer af. Ja, serieus, dat hebben ze gehoord. Was dat het? Want dan zet ik snel het alarm uit, namelijk. Ik duwde die blauwe auto tegen deze auto aan, daardoor is het alarm niet afgegaan. Zo. Die uitbraak is ook nog niet heel erg lang bezig. Als het nu pas 2 jaar later is. Shit, more freaks! Zo, dat was het. Ik loop gewoon rustig aan verder. Want we moeten die tunnel na natuurlijk helemaal door. Even achterin de achterbak kijken of er wat meer ammunitie in ligt. Ja, kijk eens aan. Tanks. Hoppatee, we hebben weer meer kogels erbij. Ook wat pistoolkogels erbij gekregen. Another nest. Oh. Yes. Dit is een nest van... ze zullen vast en zeker al inslapen om zich voorplanten. Weet ik veel wat ze hierin doen. You gotta need shit to make more. Yeah, yeah. Maar als we die nest tegenkomen, dan moeten we ze dus wel gewoon verbranden zoals ze weggaan. Maar onze molotovs zijn op, dus we moeten even een nieuwe maken. This'll just take a sec. Even kijken hoor. Waar kunnen wij molotovs maken? Dit zijn stenen, dit zijn vallen. Dit zijn projectielen en er staat een molotov bij. Dus die kunnen we maken. That'll do it. Zo. En dan kunnen we hem natuurlijk ook gaan gooien. Hoppatee. Zullen we er vast en zeker ook weer uitkomen rennen? Kom maar! Ik wil er ook niet te dichtbij bij staan. En even brand verder. Oké, okay, cool. En dan kunnen we nu de tunnel uit. We hebben het gekleerd. We hebben 2 nesten verbrand. We hebben nog wat spulletjes verzameld. Dus ging goed. Wat je zei over riding north. Just saying, you need to get away from here. Clear your head, you know? In the morning, let's turn in the bounties. And we'll hit the road. Hell yeah, brother. Now you're talking. Crazy Willies. Wanted a freak show. Shit. Place is crawling. Zo, dit zit er een veel in. Woo! Eet zo op elkaar op. Shit, we're gonna need more ammo. Oi, yo. And I already know it's a bad idea. You just ride on through. You pull as many of them off as you can. And I go in through the back, down that hill, find the garage. Shit. All right, you just give me a few minutes to find the part that I need. You ride back, we ride the hell out. After I kill a few of the bastards. I swear to God, you got a death wish. Like I said, not tonight. Hij gaat ze even meenemen met zijn motor, hoor. Komen ze allemaal achter hem aan en dan zal het hier wat rustiger zijn. Ze gaan allemaal achter hem aan. Oké, dat is goed. Ga maar achter de boezer aan. Dat vind ik best. Oké, wij moeten het hoe dan ook rustig aan doen. We kunnen niet zomaar gaan schieten.
En die kleintjes zijn zo te zien ook niet heel erg. Maar ik loop er wel even rustig omheen. Oh kijk, daar zit dus wel een grote, hè. Maar als ik schiet, dan weet ik niet of de rest achter ons aankomt. Dus ik kan hem misschien wel vermoorden. Struiken. Struiken vormen goede dekking voor sluipacties. Precies wat ik wilde doen. Als niemand je ziet, blijf dan hurken met rondje om verborgen te blijven en leid vijanden af met stenen. Maar de vraag die ik eigenlijk heb is, kan ik hem ook gewoon neersteken? Kijk, we hebben namelijk een mes. Oh, we hebben ook nog een verrekijker zoals we zien hier. Oh, dat is wel cool. Alleen kan ik mijn mes gebruiken. Ja, kijk. Ik wil namelijk niet zomaar gaan schieten, als je snapt wat ik bedoel. Dus vandaar dat ik het even op deze manier deed. Kijk, richt hier zo te zien meteen wat kerosine. Nou, we moeten deze kant op. Dus ik laat die plek even voor wat het is. Oh kijk, er zit er hier weer een hoor. Ik kan hem ook gewoon weer in zijn rug pakken. Zo. Dan sluiven we langzaam naar de garage toe waar we moeten zijn. Even in de container kijken. Oh, dan kunnen we even verstoppen. Ah, dan kunnen we ons verbergen voor de freakers als ze achter ons aan zitten. Dus dat is wel goed om te weten ook. Oké, okay, cool. Dus we kunnen ons ook voor ze gaan verstoppen. Oh, pas op. Ik weet ook niet waarom ik door dit huis ben gegaan. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ligt hier wel een honkbalknuppel? Dus die neem ik gewoon mee. Ze lopen overal, hè. Ik zit er hier weer een, hoor. We kunnen weer van achter aanvallen. Ik ga niet alles doorzoeken. We gaan nu alleen maar natuurlijk voor ons motoronderdeel kijken in de garage. Gaat goed. Not yet. Still gotta find a way in the Willy's garage. Gotta be a fuel pump inside. Kerosine. I rode past one of those what the hell do you call them? The shit that Rippers put up. Sigils. Yeah. It means they're up here somewhere. We moeten nog in de garage zien te komen. We zijn nog niet klaar. Die deur is geblokkeerd zo te zien. Oh! Dat is een kleintje, maar die doet volgens mij niks. Heb ik zo'n gevoel. Maar hoe gaan we hier naar binnen komen? Zullen we via het dak kunnen? Zal ik gewoon even kijken op het dak? Het is gewoon per ongeluk. Dat was niet de bedoeling. Ik doe de hele tijd. Heel de tijd stealth. Holy zo! Oh mijn god, die kleintjes zijn helemaal gek, joh. Holy knetter. Oké, eerlijk is eerlijk. Dat zag ik even niet aankomen. Dat was ook niet helemaal de bedoeling, moet ik eerlijk toegeven. Maar het kan gebeuren. We kunnen hier wel naar binnen. Oh, die kleintjes die vallen je dus ook gewoon aan, hè? Er komt weer een kleintje aan. Sorry, vriend. Even mijn zaklamp aanzetten. Dan kunnen we wat meer zien. Hier nog wat meer kerosine. Kijk, hier ligt nog een doekje of een blaadje. En dan zijn we nu in de garage. Even kijken, waar gaan we de brandstofslang vandaan halen? Die lul die heeft erop geschoten. We hebben hier in ieder geval schroot. Hier op de grond ligt ook nog iets. Ik neem gewoon alles mee wat ik kan. Misschien kunnen we wel gewoon van die motor afhalen die hier staat. Ja, kijk! Hoppatee. Ik heb wat ik moet hebben. I'm heading out to the highway. Uh-oh, je hoort hem al schreeuwen, hè. Zo te horen is die gecrashed, Rippers. Bozer. Bozeman. God damn it. Moet ik er überhaupt uit hier? Dat is ook nog een goeie. Komt die
Ik kan die deur zeker niet open doen. Of kan ik deze deur openmaken? Nee, er staat ook iets voor. Ik moet heel even kijken hoe ik hieruit ga. Die garage deur ga ik waarschijnlijk niet open krijgen. Dus we moeten heel veel teruglopen. Hier kunnen we eruit. Voordat ik eruit ga, maak ik heel eventjes snel wat verband. Want ik ben net geraakt door die kleine mannetjes. Dat vond ik niet zo leuk. Oké, we zijn eruit. Laten we snel die kant op rennen. Hang on, Booze man, I'm coming. Geen tijd te verliezen als ik het zo hoorde. Oh, God damn it, Boozer, where are you? I hear him. Holy knetter! These tats are dead symbols of a dead man! Dead symbols of the lost! Get off me! Die zijn niet goed hoor! You must be brought low, biker man. For you are lost, and we are found. We will show you. You are not one of the found! You are the lost! The path. You are low. Get low. Holy netter, jongen. Die mensen zijn dus in ieder geval wel gestoord. Dekking. Hurk in de buurt van het dekkingsobject om dekking te zoeken. Alright, cool. Oh, ik kan ook nog van schouder wisselen. Oh, dat is wel handig. These tats are dead symbols of a dead man. Dead symbols of the lost. Get out! Over here! Shut the bitches! Get off them! Zo, dat is jammer hè, jongens. Ripper assholes! Gelukkig kan ik raak schieten. I'm gonna kill them all. Every fucking one of them. Oh my god. Kijk zijn arm! Let me help you up. Oi! Get up. Kijk zijn arm! They were waiting for me or something. Fuck! I didn't see them, and then they were on me. Okay. Mom, don't look at it. My goddamn arm. I'm serious. Don't look at it. Don't look at it. Get on the bike. Oh, shit. Go, go. Kijk die hoorn achter ons. Boy, yo. We waren net op tijd weg, maar zijn arm, joh. Oh. Oh, shit. Thought we'd never make it. Hey, why don't you wait out here? Let me make sure it's all clear. Screw that. There's a bunk calling my name. All right. Pretty much like we left it. Why? Not like there's much to steal. Just gonna reintroduce myself. Oh, thank God. I'm gonna go out and find some shit for your arm. You get arm, you want. You gonna be okay? Yeah. Good. Yeah. I'll head over to that neuro checkpoint. They gotta have sterile bandages and painkillers. Don't leave my bike there. No. I'm gonna be going out on foot while it's still light out. Hey, I've got some ammo if you need it. In the footlocker by the door. Thanks. Hey, don't take my shotgun. Boozer, I... All right. Here you go. Thanks, brother. Just feel kind of naked without it. Nee, die arm die ziet er niet goed uit. Nee, dat sowieso niet. Even kijken, we kunnen hier wat ammo bijvullen. Dat is wel mooi, want kogels kunnen we altijd goed gebruiken natuurlijk. Hier hebben we nog eens een wapenlokker. Zullen we even kijken wat daarin zit. Nou, sowieso ons 9mm, dus dat is wel mooi. En onze kruisboog. Oh, die kunnen we hoe dan ook wel meenemen. Dat is wel handig namelijk om te doen. De shotgun hebben we weer terug aan Boozer gegeven, dus die hebben we niet meer. Maar we hebben dus nu wel een kruisboog mee. Dus dat is sowieso wel goed. Maar, damn ons doel nu... Sir, your arm's not gonna be fine. Is om Boozer's arm...
te genezen. Dus we moeten eventjes iets ervoor gaan vinden natuurlijk. En we moeten onze motor terug gaan halen. Het is nu nog licht buiten. Dus we kunnen beter nu gaan. Pijlen vervaardigen. Je kunt nieuwe kruisboogpijlen vervaardigen. Jonge ciders bevatten het juiste hout en de punt maak je van schroot. Nou, schroot hebben we net al gevonden. Combineer de twee in de survival cirkel door de kruisboogcategorie uit te klappen en de kruisboogpijl te vaardigen. Heden. Cool. Zijn dat deze boompjes? Ja, hè? Oh, kijk. Die kunnen we dus het hout van meenemen. Dan ga ik heel veel kijken. Boozer, are you awake? Yeah, Deke. What's up? I just saw someone sneaking around the safe house. What the hell? What's he doing? No idea. I'm gonna follow him. See if there's some more where he came from. Ik heb net even snel wat pijltjes gemaakt. Maar er loopt hier blijkbaar iemand bij ons kamp rond. Dus we gaan achter hem aan. We weten niet wie het is. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand bij ons kamp in de buurt is. Sneaken gewoon achter hem aan, kijken waar hij naartoe gaat. We moeten het wel een beetje snel doen allemaal, want als het donker wordt, dan zullen er wat ergere freakers naar buiten komen. En nu heb je er niet zoveel last van. Dit is een plunderaarskamp. Verrekijker en markeren. We kunnen onze verrekijker met pijltje omhoog gebruiken en of vijanden richten om ze te taggen. Op die manier. En dan moeten er, als het goed is, 6 in dit kamp rondlopen. Daar loopt er nog 1. Volgens mij zit daar... Ja, daar zit nog iemand. Dus ik heb er al 4 nu gevonden. Oh, kijk, hier lopen er andere 2. 5, 6. Dan pak ik mijn kruisboog erbij. So what you find? It's just like I said. Those drifters we saw riding on the same bike, they're holed up, just up the road. Yeah? No shit. Ze weten dus dat wij er zijn. Some kind of lookout tower, got a fence and everything. Ours for the ticket. Sounds pretty sweet. I say when it gets dark, we go in, kill the sons of bitches, and then make ourselves at home. Uh-oh. You know they're gonna have guns. Looked like one of them was pretty gimped up. We can take him. Yeah, fuck you guys. Wacht jullie maar, jongens. Want helaas voor jullie sta ik al in jullie kampje namelijk. How's it going? Richten en daling. Kruisboogpijlen worden beïnvloed door de zwaartekracht, waardoor ze dalen op hun weg naar het doelwit. Als je op iets schiet dat zich ver weg bevindt, moet je hoger richten om je doel te raken. Gesnopen. Ik wacht wel totdat ze stilstaan, want ik weet niet hoe snel die pijl vliegt namelijk. Snel reloaden, dan knal ik hem meteen af. Alright. Ik kijk later wel of ze nog iets bij zich hebben. Zo, dat neem ik wel vast mee. En dan lopen er nog 2 hier in de verte, dat zijn de laatste 2. Maar ze weten dus wel al van ons kamp af, zoals je zag. Dus dat is niet helemaal de bedoeling natuurlijk. En oh, deze horen er helemaal niet bij, joh. Hier staan ze, dat waren freakers al daar, die daar liepen. Hier lopen de andere 2. A lot of ammo left. Uh-oh. Je was toch de laatste, dus je kon toch niks meer doen. Alright, dat kamp is gecleared. Er waren geen kogels meer. Sons of bitches. Stay. Maar het begint wel langzaam donker te worden, dus ik wil heel eventjes wat nieuwe pijlen hebben. Drifters looking to move in our safe house. Like we were seeing before, it's time to start thinking about heading north. Ik heb wat nieuwe pijlen. Let's get your arm fixed up and then worry about hitting the road. I'm gonna be heading to my bike. Deacon out. Het begint wel langzaam maar zeker wat donker te worden, dus ik ben er niet heel erg blij mee. We moeten nog 200 meter. If it's not the freaks, it's the goddamn rain. Naar onze motor toe. Is it always raining? Where the hell am I? I gotta be getting close.
Ja, nog 150 meter. Doe het even rustig aan. Want ik weet ook niet wanneer ze ons gaan aanvallen. We hebben het onderdeel dat we nodig hadden in ieder geval op zak. Getting closer. Alleen, pas op hoor. Damn freakers. Oh, die knetter. Zwermers zijn gevoelig voor licht. Dat houdt dus in dat ze in het donker pas naar buiten komen. Gotta get close. Come on, baby. Nou, we zijn er langs. En hier moet onze motor liggen. Die hebben we natuurlijk onder die takken gelegd. Uh-oh. Is die weg? Hij is weg. My bike's gone. Nee. Kut. Fuck. Damn it, Copeland. Hey, you're from Copeland's camp? Where the hell is my bike? Hey, stop. Achter de maan. Ze hebben onze motor meegenomen, die lullo's. I'm not gonna kill you. Stop running. You gotta ask Copeland. I don't know nothing. Vriend, hey. Stop nou even. I didn't do nothing. Ik ga gewoon achter hem aan hoor. Oh, pas op, er loopt daar wel een freaker links. Boozer, you there? Yeah, D. Get your bike? Nope. Copeland's men got to it before I did. I'm heading to his camp. Deacon out. Uh-oh. Je ziet me niet. Je ziet me niet. Uh-oh, daar lopen die heel veel. Wacht even hoor. Ik moet natuurlijk wel de achtervolging blijven doorzetten, maar... Ik moet ook een beetje blijven oppassen. Komt die achter me aan? Nee, gelukkig. Branden hier fakkels, dus ze zullen dicht bij hun kamp in de buurt komen. Hij is ook echt niet slim, want hij leidt ons rechtstreeks naar het kamp toe, zoals je ziet. Gaan we ook gewoon naar binnen rennen of... Uh-oh. Doe dat maar niet, nee. Schakelen we ze uit of wat doen we? Ik kan wel gaan schieten, maar ik weet niet of ze op mij gaan schieten. Ik probeer gewoon even rustig naar voren te lopen. Kijk wat ze doen. St. John, is that you? Some son of a bitch stole my bike. I don't know nothing about that. You gotta go talk to the man. Gelukkig schoot ik niet. Ze doen het hek voor ons open namelijk. Yeah, that's where I'm headed. Ik wou bijna schieten, hè, maar gelukkig heb ik het niet gedaan. Waar is mijn motor? Jongens. Hey Manny. Hey, I haven't seen you in a while lately. You've been too busy to notice. Nose down. You work hard, they feed you. Yeah, camper's life. Yeah, camper's life. I read a book once, Zen and the Art of Bike Repair. You ever read it? No, I didn't have a lot of time for books back in the day. Yeah, I ran a shop, Farewell. Made all the grease monkeys read it. Being a mechanic requires great peace of mind, it said. Try working on an empty stomach. That'll focus your mind. Manny, I'm looking for a bike. Yeah? Oh. Oh. You don't want that one. Why not? It just came off the truck. I mean, some dumb son of a bitch left it out in the shit. Rusted up good. It rode hard, too. The fool that rode it didn't know shit about bikes. Is that right? Yeah, that's right. Shot the hell this one. I mean, he just partied it out. It didn't even have a fuel pump. We could have used that. Man, fuel pump like this one. Okay. Like this one, Manny. Okay. See, now when I said fool, what I meant was the fools that brought that bike in. See, they didn't tie that shit down properly, so they left it like rattling around back there. Deke, let's talk. Looks like you had some trouble. Ja, je hebt mijn motor dismanteld. Twice now they've been up here. Some say looking for you and Boozer. Out in the shit, folks say a lot of things. Folks around here take care of their own. They go enough days without food. Well, you see how it is. Lake not holding out? You get a fair amount of trout. Lake's fed by snowmelt. No one left to stock them with fish. Gonna run out sooner or later.
like everything else. Used to go hunting out here with the old man. We'd build deer blinds out here, put down salt licks below us, pick them off clean. Some winters had so much venison we couldn't eat it all. I didn't think that was legal, deer baiting back in the day. My old man had only one law, the United States Constitution. He could only see us now. America, land of the free. We are that. Wel een mooi kampje opgebouwd, moet ik even tussendoor zeggen. Ziet er goed uit. Saw Leon the other day. Yeah? He was bringing me something. Is that right? Die doet het niet meer. Folks here in a lot of pain, Deke. Oh, Leon. Thug said that he took off. No one's seen him. Niet wel afgeschoten natuurlijk. Tell you what. You find his stash. You bring it to me. To me, Deke. You do that. Well, we'll see what we can do for you. The bike that your men stole, that your men parted out. Salvage, Deke. Salvage. All right. I'll try to keep that in mind. By the way, nice hat. What? No, this one. Don't you ever touch it. Now, hold on. Leon wore a hat like this, didn't he? Oh, Cope, I swear to God. Don't. You want to do business in my camp? You start doing some runs for me. Cope. Ah, shit. Okay. I'm here anyway. What do you got? Now, that's more like it. A group of drifters has been harassing my supply runs. They've moved into the radio tower west of O'Leary Mountain. Isn't that your backyard? No, it's not, but I'll take care of them. I thought you might. Nou, lekker is dat. Hebben ze heel mijn motor uit elkaar gehaald. En dan moeten we nu nog klusjes voor hem gaan doen ook. Nou. Het moet allemaal aan, hè. We kunnen ook niet anders. Want die motor die moeten we gewoon terug hebben namelijk. Laten we meteen zijn klusjes even gaan oplossen. Maar het lijkt me dat ze hier wel genoeg eten hebben. Als ze gewoon gaan vissen natuurlijk heel de tijd. Maar ja, daar kan je ook niet echt... nonstop van rond blijven komen. Plus als je te veel vist en je vist iedereen of alles eruit. Hold up. I just want to say how sorry I am. I didn't know, I swear. Maar zit er ook niks meer in. Any idea how much time I put into that bike? It was a drifter bike, Manny. I know. I'll make it up to you, I swear. I put together a new one. Oh! You call this piece of shit a bike? I know, it's not... Look, I'll keep an eye out for more parts. I'll hook you up, I swear. Okay, and what about my custom gas tank, Manny? You know, the one that I got for my dead wife. You gonna keep an eye out for that one, too? Jesus, Deke, I'm sorry. Just get the fuck out of my way. What? Drift is op de berg. Gevolbracht. We hebben plus 1000 vertrouwen in Copeland's kamp gekregen, waar we dus nu zijn. Maar wat hij wel net zei, is dat zijn vrouw dus is komen te overlijden. Dus dat maakt ook natuurlijk een beetje in de intro meer sens. Ons doel is in ieder geval op dit moment om samen met Boozer naar het noorden te trekken. Maar we kunnen natuurlijk niet naar het noorden toe, omdat de motor uit elkaar is gehaald. Hij wel... een nieuwe motor in elkaar gezet, maar dat is natuurlijk niet wat het was. Maar op zich, hij ziet er nog wel goed uit. Maar ja, het is niet echt de motor die we natuurlijk eerder hadden. Hij rijdt wel in ieder geval. Driften. Terwijl je gas geeft met R2 druk je kort op rondje om te driften. Oké, cool. Dus dan kunnen we sneller de bochten maken. Vooral handig als er heel veel fliks achter ons aan zit. How you doing? The arm. Like I said, I'll be fine. Okay. I'm still gonna head to that Nero checkpoint, find some sterile bandages, ointment, something. Yeah, sure, whatever. I'm gonna go out, make sure the mountain's clear. Well, you know,
No, those are third-degree burns. You stay there, you rest, okay? I'll be there as soon as I can. I could use something for the pain. Yeah, I guess I'll see what I can find, I guess. Ik heb mijn motor hier heel even neergezet. Want volgens mij moeten we ook daadwerkelijk hier zijn, namelijk. We hebben vaardigheden die we kunnen verkrijgen. We kunnen ook gewoon kiezen welke missie we willen doen. Dus dat is natuurlijk wel mooi. En we kunnen ons hele inventory bekijken. Maar als ik op de kaart kijk, dan zijn we wel al op de juiste plek aangekomen, zoals je zelf ook wel ziet. Want we moeten natuurlijk wat spulletjes voor Boozer verzamelen. Maar we moeten het wel rustig aandoen. This is it. The Nero checkpoint. I gotta find some shit for Boozer's arm. Ze hebben we nog niet gezien. Dus even kijken. Daar is de tunnel ook weer. Of we hier naar binnen kunnen. Ik denk niet dat we een code hebben, hè? Nee, die zit op slot ook. Hoe gaan we hier naar binnen komen? We kunnen het dak proberen. Daar hadden we net ook geluk mee. Dus ik denk dat ik het op dezelfde manier ga proberen. Maar zo te zien zit er geen gat in het dak. Dus dat gaat hem sowieso niet worden. Nope, not back here. Oeh, ligt hier wel een mooie ex die ik mee wil nemen eigenlijk. Thanks. Die neem ik hoe dan ook wel even mee. Oh. Waar komt die opeens vandaan, joh? Die staat er gewoon in één keer uit het niets, hè? Bingo, here it is. Kijk, hier kunnen we naar binnen. Even kijken of jij nog wat bij je hebt. Wat schroot heeft hij bij zich. Come on, you son of a bitch, you better start. Doet hij het? Oh. Zo, waar kom jij in één keer vandaan, joh, gek? Zijn hoofd is er wel af, dat weet ik wel. Oei. Ik denk dat we hier wat brandstof voor nodig hebben. Zo, jongen. Holy knetter. Want hij gaat nu niet aan, namelijk. Dus ik ga heel even kijken of we iets ervoor kunnen vinden. Kijk eens aan. Hoppatee. We hebben een jerrycan, hoor. Dus er zal vast en zeker nog wel wat benzine in zitten. Dus even kijken of we deze kunnen vullen. Hoppatee, ik gooi hem gewoon helemaal vol, want die jerrycan gaan we toch niet met ons meenemen. Zo. Boom. Yes. Die doet het, hoor. Damn it. That's gonna bring them all down on me. Is ook niet helemaal speakers. Goed, where the hell are the speakers? No, I can't leave without sterile bandages. Uh-oh. Ik zie de speakers. Yeah, in the medical room. Die speakers kapot schieten, want ze komen nu allemaal hier op af. Ja, dat is één kapot. Wow, jongens. Ik moet heel veel schieten, want die speakers die maken veel te veel lawaai. Zo. Dus ik heb ze heel veel kapot geschoten. Nu nog. Oh, die knetter. Ze ontwijken ook van mijn kogels, die gekken. Zo. Pas op. Ik kan nog één keer slaan, waarschijnlijk. Dus kapot. Hij is kapot. Maar ik heb een mesje nog. Hoi. Ik moest die speakers even uitschakelen, hoor. Ik dacht, ik schiet er gewoon op. We hebben voor nu nog 10 kogels. Dat was misschien niet het allerbeste om erop te schieten, maar ik wist even niet wat ik anders moest doen. Want ze komen natuurlijk allemaal op geluid af. Maar het is goed gegaan. Sterile bandages. Just what the doctor ordered. Hebben ze sowieso wat verband? Get this back to Boozer. Oh. Hello. Oh. Een Nero-injectieapparaat. In mobiele medische units van Nero-controleposten vind je Nero-injectieapparaten. Dus het apparaat dat we nu in onze hand hebben. Daarmee kun je gezondheid, stamina of focus blijvend verbeteren. Eens even kijken. Ik ga voor het begin voor gezondheid. We kunnen dus met deze apparaten die we dus kunnen vinden door de wereld heen, kunnen we of meer gezondheid erbij krijgen, of meer stamina erbij krijgen, of meer focus erbij krijgen. Dus ik ga nu voor gezondheid. En ik wil eigenlijk een beetje focussen op gezondheid en stamina. En we hebben nu 25 gezondheid erbij gekregen. Dus in totaal hebben we nu 125
In plaats van 100 die we natuurlijk eerst hadden. Hier kunnen we ook weer onze wapens uit de wapenlokker halen, mochten we dat willen. En we kunnen even slapen. Ja, dat is op zich niet nodig. Het is volgens mij nog een beetje licht buiten. Dus ik neem even alles mee wat hier binnen staat. Wat ammo erbij. Kijk, dan hebben we weer 20 kogels. Het is toch wel goed dat we dan net hadden geschoten, hoor. Even kijken, hier ligt ook nog wat. Ontsmettingsmiddel in. En wat heb jij bij, joh? Zo. Een IPCA-tag hebben we van hem opgepakt. En dan kunnen we hier weer weg. Dat was genoeg. Dus we pakken de motor weer. En dan lijkt me het beste om zo snel mogelijk terug te keren naar Boozer. Want we hebben nu het verband voor hem. Boozer, you there? Boozer, dus kunnen we hem helpen. Answer me. Uh-oh. Geeft hij nou echt geen antwoord meer? Wauw. Boozer geeft letterlijk nu geen antwoord meer. Dat is echt de meest slechte time die ik ook maar kan verzinnen. Maar wat ik ga doen, is ik ga hierbij wel de allereerste aflevering afsluiten. Dus mocht je nou hebben genoten van deze aflevering, ram natuurlijk zoals een keihard op lijn. Dat zou ik heel, heel erg gaaf vinden. En koop die belt ons. So these men, you know them? Because shutting down Radio Free Oregon seems kind of personal. Goddamn right it's personal. They used to be a part of my camp. Seems they didn't like the rules against stealing, raping, murdering. Well, maybe they're like me, just tired of listening to your paranoid truth or bullshit. St. John out. ze hebben wel wat geschiedenis met elkaar, ook die twee. Maar ik ga hierbij de allereerste aflevering afsluiten. Dus de volgende keer gaan we gewoon natuurlijk weer verder waar we gebleven waren. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop dat jullie het gaaf vonden. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor de support. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven van alle andere uploads. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.